Ja. When a man loves a woman, zong Percy Sledge. Volgens Leo Blokhuis is Percy Sledge in 2015 overleden. Dus als iemand nog een goede Leo Blokhuis-kenner zoekt, ik ben beschikbaar. Volgens Leo Blokhuis beschrijft When a Man Loves a Woman de ramp die je overkomt wanneer de liefde je overvalt. De liefde grijpt je bij je kladden of je wilt of niet en schakelt je vrijheid van meningsuiting helemaal uit. Zo weet ik nog heel goed toen de liefde mij voor het eerst te pakken had. Ik was hopeloos verliefd op een meisje bij ons uit de klas. Ik vond dat meisje zo mooi dat ik haar niet durfde aan te kijken. Dus ik weet niet eens zeker of ze wel mooi was. Dat doet de liefde. Ze laat zich niet temmen en ze laat zich niet vangen. Toch zit het in de mens dat wel te proberen. Zo eindigt bijna elke romantische film en elk romantisch sprookje als het enigszins kan met een huwelijk. Ik persoonlijk hou meer van een happy end. Maar de romantiek wil dat huwelijk. De romantiek vindt toch het mooiste dat je met z'n tweeën naar een vertegenwoordiger van de wet stapt en samen met hem in een officieel document dat aan alle juridische eisen voldoet, laat vastleggen dat je vrijelijk en exclusief over elkaar kunt beschikken en waarin je aangeeft hoe je denkt het geld en de goederen onderling te verdelen. Dus in feite is er niets zo romantisch als notarieel recht. Ook ikzelf heb geprobeerd de liefde te vangen in een huwelijk, want wees eerlijk, waar is een man zonder vrouw? Een gelukkig hoopje mens. Dus ook ik heb het een en ander notarieel laten vastleggen. Dat is ook publiekelijk bekend. Maar ja, de liefde is nader dan de rockstone, dokter Anders P. Dus die liefde trekt zich niets van die romantiek aan. Zo gebeurt het wel eens dat na afloop van een optreden een dame naar me toe komt die laat merken dat ze iets fysieks met me wil. Ik reageer dan altijd met... Goh, waarom dat dan? En dan is haar reactie meestal iets in de geest van... Ja, omdat ik je lekker vind. En dan denk ik, ja, hallo zeg. Omdat ik je lekker vind. Gaat het dan altijd alleen maar om de seks? Ik heb toch verdorie ook geld? Ja, daar ben ik dan denk ik toch net iets te veel romanticus voor, denk ik. En met mijn vele andere mensen, maar ook in 2015... zijn er alweer vele huwelijken voltrokken. Doodvonnissen en huwelijken worden voltrokken. En ik wens u daarbij alle geluk van de wereld. Mocht u in 2015 in de huwelijksbootje zijn gestapt, alle geluk van de wereld. Maar overwaardeer het huwelijk niet. He? Uiteindelijk is het huwelijk ook niet meer dan één groot, ingewikkeld bedacht spel, bedoeld om de geslachtsdelen een beetje christelijk onder elkaar te verdelen. Maar laten we eerlijk zijn, voor veel mensen is een huwelijk nog helemaal niet zo verkeerd. He, sommigen hebben nu eenmaal begeleid wonen nodig. Wat leuk, inleidende erkenningsapplausje. Ja. Nou, ik zelf net zo hoor. Zo was ik bijvoorbeeld in 2015 op de kop af 25 jaar zeer gelukkig getrouwd. Een gelukkig huwelijk noemt men in de psychologie het Stockholm-syndroom. Men vroeg mijn vrouw en mij op ons 25-jarig huwelijksfeest voortdurend... wat is nu het geheim van jullie huwelijk? Dat geheim van een goed huwelijk, dames en heren, is... als er iets is, onmiddellijk uitpraten. Want hoe gaat het in de relatie? Op zekere dag zegt de vrouw tegen de man... je houdt niet meer van me. En dan zegt de man, oh, jawel hoor. En dan zegt de vrouw, oh, mooi. Als je maar gelijk uitpraat, is er niks aan de hand. En mocht je bij de uitpraten erachter komen dat je wel heel erg verschilt van elkaar, wanhoop dan niet. Ze zeggen wel eens twee geslachten op één kussen, daar is de duivel tussen. Maar dat is onzin. Mijn vrouw bijvoorbeeld zit volstrekt anders in elkaar dan ik. Maar dat geeft niks. Het levert wanhopige gesprekken op en fantastische seks. We liggen de hele nacht misverstandig glad te kiezen. Ja, mijn vrouw is geweldig. Mijn vrouw is geweldig. Ik weet het niet meer zo goed. Had ik u al eens verteld dat mijn vrouw een keer een briefje voor mij had klaargelegd met... Wil jij vandaag uit jezelf het gras gaan maaien? Ja, dat is een hele donder, hoor. Nee, dat voorzichtig aftasten van die andere seks is juist een fantastisch boeiend spel. Ik kwam een keer mijn oude Twentse collega Harmoed Riesen tegen.
Ik denk wel dat u het verstaat. Ik kwam er tegen en zei, mooi Harm, hoe heet het met? O, zeggen, heel best. Ik heb een nieuwe vriendin. Ik zei, ah, kijk eens aan, waar is de vriend? Nou, zeg Harm, hij rookt niet, hij drinkt niet. En vernoemd gok eens kijken waar er nog meer niet doet. Nee, vrouwen zijn geweldig. Mijn vrouw voorop. Nee, als ze aan mijn vrouw komen, komen ze aan mij. En dan hebben ze een heel kwaai tegenover zich. We waren van de zomer uitgenodigd voor een première van een of andere musical. Dus wij mooi opgetut naar Amsterdam. Komen bij die kassa aan. Ligt er verdorie maar weer één kaartje klaar, hè? Oh, dat kan ik zo kwaad worden. Ik zeg, waarom ligt er nou maar weer één kaartje klaar? Nou ja, zei de cashier, omdat u heeft aangegeven, ik kom met één persoon. Ik zeg, ja, mijn vrouw. Ja, maar had u moeten aangeven, ik kom met twee personen. Ik zeg, waar moet ik met drie kaartjes? Oh, excuses voor een misverstand. Ja, excuses voor een misverstand. Als je toch nuchter hè, al het leed bekijkt, dat elk jaar weer aan ons voorbij trekt, elk jaar weer, dan kan het niet anders of je komt tot de conclusie dat eigenlijk het hele leven één groot misverstand is. Misverstand is.